Je represent Curaçao. Nu zijn er best wel veel vechters uit Curaçao gekomen, ook grote namen, maar jij kan de eerste Glory-kampioen zijn uit Curaçao. Wat doet dat met je? Ja, het zou geweldig zijn als ik de eerste Glory-kampioen uit Curaçao word. Het is toch een land waar je vandaan komt, waar je jezelf ook wil laten zien. En dat is dan mooi dat je dat zo kan, dat je dat zo kan doen. Je vecht tegen Alim Nabiev. Die draait al een paar jaar mee in Glory. Wat weet je van je tegenstander? Ja, dat heel vervelend wil doen, een beetje mijn spelletje wil spelen. Maar ja, daar gaan we niet in mee. Hoe ga je hem verslaan? Ja, op alle vlakten. Zoals ik zeg, hij wil mijn spelletje spelen, maar ik wil kickboksen. Dus ja, punten ga ik pakken. En als hij niet oplet en te veel gaat spelen, gaat hij ook nog neer ook. Nou, mensen hebben misschien als reactie gegeven van hey, tweede gloriegevecht dan gelijk voor de titel, maar waarom is dat zo? Ja, omdat ik bij Fusion in de 77-klasse gewoon onverslagen was. Lang kampioen ben geweest. Zoals jongens als Jay Overmeer ook heb verslagen, die het nu heel goed doen bij Glory. Ja, en ik ben gewoon de beste welterweest. Ik ga nu de titel pakken en dan ga ik hem zo lang mogelijk verdedigen tegen de jongens. Ik ga hem zo lang bij me houden tot als ik een andere stap neem, dan pas gaat de gordel bij me af. En toernooi vechten, lijkt je dat wat? Ik ben zeker een goede toernooivechter, dus ja, vecht ik graag. Dus, Heb je nog laatste woorden voor de fans na je gevecht? laatste woorden voor mijn fans, dat ze me echt goed in de gaten moeten houden, want anders ga je heel veel missen. Yes, kijkers, Bad News Andy hier. 19 november vecht ik voor de wereldtitel bij Glory en dat is live te zien op Videoland. Dus zorg dat je kijkt. Woesh.